Hallo, hallo, daar ben ik weer. Het is al eventjes geleden dat er een nieuwe vlog online is gekomen. En daar ben ik nu vooral achter gekomen. Want ik ben aan het editen en ik heb dus gewoon nog van 3 maanden materiaal. Gewoon van toen Lara nog 4 maandjes was. En we dus begonnen aan de eerste hapjes. Tot en met dus nu. Ze is ondertussen al 7 maanden. Dus ik dacht. Ik kan jullie nooit, nooit, nooit alles tonen en dit bijhouden. Dus ik geef jullie gewoon nu eventjes alle highlights van de afgelopen tijd. Knuffeltijd. Deze week ga je eerst een hapje geven. Maar het leek me dus handig om alvast wat voor te bereiden. En we gaan dus beginnen met broccoli, had ik bedacht. Dus ik ben extra veel nu aan het maken. En dan kan ik er allemaal verschillende hapjes van maken. Het wordt namelijk aanbevolen om meerdere dagen achter elkaar dezelfde groente aan te bieden. Zodat ze echt eventjes aan die smaak kunnen wennen. Dus ja, dan kan ik net zo goed alvast meerdere hapjes voor haar maken. Miam, 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 miam. Even een kleiner hapje, denk ik. Hou hem. Ze doet hem al niet zo. Ik vind het nog een beetje raar of zo. Doe maar open. Wij zijn vandaag 8 jaar samen. Yeah. En de kindjes zijn lekker op de opvang. Dus wij kunnen heel lekker even rustig. Ja, lekker rustig. Even samen. Ja. Yeah. Zijn wij weer lekker thuis, Ella. Lekker aan het oefenen, hè, met zitten. Ja. Dat kan mama merken, hè? Want dan ga jij. Wat ga jij dan doen? Zo tegen mij aan en zo. En dan doe je zo. Oeh, dan wil ze drinken. Mama gaat een flesje maken voor je. Nu het Lara kan omrollen, mag ze dus niet meer ingebakend eigenlijk in haar bedje. Dat kan te gevaarlijk zijn, want als ze dan omrollen en ze hebben geen handjes vrij, dan kunnen ze ook niet terugrollen. Niet dat ze überhaupt kan terugrollen, maar het is dus aan te raden dat wanneer ze gaan rollen om het inbakeren af te leren. En wij hebben dus een soort tussen inbaken slaapzakje van Love to Dream. En dan kan je dus die armpjes openritsen, dus dat ze nu eerst dus met 1 armpje vrij ligt. Dit is dus stap 1. En dan als ze hier aan gewend is, dan kan je beide armpjes vrij gaan laten. En dan slaapt ze dus gewoon in een gewoon slaapzakje. Goedemorgen, Lara. Heb je zo lekker geslapen? Gewoon met 1 armpje vrij. Hallo. Hallo.
Hey, Sattebout. Mama wil jou iets vertellen. Lara heeft tandje. Lara heeft een tandje. Is er een tandje open? En nog geen tandje. Hey Jake, zijn we lekker op weg? Bang. Wij gaan lekker. Op mama dag zijn we lekker even naar de kinderentuin. Gaan we lekker even spelen, hè? Eerst buiten zo te zien. En Lara heb ik nou gewoon in het autostoeltje. Kan je er ook gewoon op klikken. Kan ze even gewoon normaal zitten. Ja, hè? Niemand kan jou zien. Haha, daar is ze. Oh, dat is water. Ja, is water. En zitten in de emmertjes ook water? Ja, alle hapjes mee. Jake lekker aan het spelen. En wij lekker ook kijken, hè. Wij ook lekker spelen. Ja. Goedemorgen. Ik heb echt een heerlijke nacht achter de rug. Lara heeft namelijk doorgeslapen. En Jake is logeren bij je opa en oma. Momenteel zit ik op mijn werk in de kolfruimte. Ik ben lekker dus aan het kolven, want daarom zit ik hier. Maar ik ben het ook langzaam aan het afbouwen nu. Dus ik kolf niet meer zo vaak. Ik vond trouwens helemaal geen probleem om op bewerkte kolven. Heb je natuurlijk ook gewoon recht op. En hier is er dus ook wel een speciale ruimte voor. En daar hebben we een stoel. En een tafeltje. En ook een koelkastje. Waar we de melk in kunnen zetten. Ik ben namelijk niet de enige die hier kolft. Lara is nou wel de 5 maanden gepasseerd. En ondertussen kolf ik dus ook wel wat minder vaak. Als ik aan het werk ben. Tijdens werkuren dus. Ik ga het ook proberen wat af te bouwen. De diepvries zit namelijk ook flink vol. En ik denk dat het toch wel ook voor mij fijn is. Nou, als je tandjes krijgt. Om de borstvoeding toch wel wat te minderen. Ready? Yes. Die vind je lekker, hè? Ja. Wil je nog meer? Wil je nog meer? Oh ja, hoor. Zo. Op vakantie lijkt het wel. Nee hoor, gewoon 2 dagjes weg, hè? Zoveel moeten we meenemen. Helemaal vol, hè? Helemaal vol. Het stroomt eruit. Zo. We zijn helemaal volgeladen, hè, Jake? Vrolijk Pasen. Wij zijn wakker. En net vond Jake iets. Wat vond jij net, Jake? Wat vond jij net? Een ei. Een ei? Ja. Hey, en wat ligt daar bij jouw handje? Kijk eens bij jouw handje. En je andere handje. Ja. Kijk eens achter jouw handje. Kijk. Kijk eens daar. Misschien mogen we dat leven zien.
Nee. Oh, dat gezicht. Nee. Nog een duimpjes. Een grote duimpjes. Zo, hé. Hey. Helpen? Ja? Jellyfish. Plop. Zou die je mama laten zien? Ja. Ja. Het is super warm vandaag. Perfect weer dus om lekker in de tuin te gaan werken. Een beetje schoon te maken. En daar heb ik een mooi toeltje voor. Dit is de Hoto High Pressure Washer. En die werkt op accu. Super handig. Je hebt ook een mooi kennetje. Daar kan je sop in doen. Voor als je bijvoorbeeld je auto wil wassen of iets dergelijks. Hij is natuurlijk niet zo krachtig als andere hoge drukreinigers die je op het stroomnet aansluit. En direct op de watertoevoer. Maar dit gaat het ook prima doen hier voor de tegels. Laten we hem even gaan testen. Zijn geweest, kom je erachter wat de handigheidjes zijn van dit ding. Je hebt ook allemaal verschillende nozzles, dat kan je misschien wel zien. Ik gebruik platten, dan kan je zo'n mooie strook maken over de tegels, zoals ik hier aan het doen ben. Maar je hebt natuurlijk ook gewoon een puntje, die is wat sterker ook qua straal. Dus als je echt hardnekkige vlekken hebt, dan kan je die gebruiken. Verder is er nog voor mij een foam en een normale sproei. Nog meer? Dus een beetje op. Oh. Zoals jullie hier achter mij wel kunnen zien, ik heb nogal veel zieke kussens. Cool dat je toch met zieke kussens heel gemakkelijk weer een ander sfeertje in huis kan maken. Dus ik had eerst deze en later hadden we de bloemen en dan hebben we deze groene. Maar ja, ik wil ze een beetje opruimen en ik heb niet zoveel plek voor al deze fluffy kussens. Dus ik heb nou deze zakken gekocht, vacuüm zakken. Daar ga ik ze in doen en dan hoop ik wat plek te kunnen besparen op de alberg zolder. Gelijk, nou, een stuk platter. En gezield. Dus ze kunnen ook niet stoffig worden. Yay! Wat kan dan nou opgeruimd worden? En dan ga je hierop. En dan hang je hem hier stevig vast. En dan ga jij op de foto. Ja! Lara's eerste pasfoto. Zo schattig. Lara is er helemaal vermoeid door. Zo, even wachten. En dan kunnen we jouw ID aanvragen. Het is eigenlijk ook best grappig dat ze dus vanaf 0 jaar zich al moeten kunnen legitimeren. Dus eigenlijk vanaf de geboorte moet je al een legitimatiebewijs of paspoort aanvragen. Maar dan kunnen ze nog helemaal niet zitten voor die foto. Maar daar zijn allemaal trucjes voor, heb ik gelezen. En ook veranderen ze natuurlijk heel erg, vooral in het gezichtje als ze groeien. Dus over een jaar of 4, alsof ze dan nog op die pasfoto lijkt. Nou ja, zal wel. En ze vragen ook de lengte voor op de ID-kaart. Maar ja, morgen is ze misschien alweer geroeid. En over een maand is ze misschien weer 10 centimeter groter. Ja, eigenlijk best wel grappig hoe dat in elkaar zit. De volgende stop is het consultatiebureau. En ze heeft geen idee wat haar te wachten staat.
Want anders zou je nou niet slapen. Ze is net lekker in slaap gevallen. Is het weer tijd om jou te wegen? En jou te meten? En voor een paar prikjes? Tel het maar eens. Ga even zien, gewoon een prikje. Je was steeds een grote stoere meid. Ja. Grote stoere meid, hè? Grote stoere meid. Hoe was je dag? Wat is Lara aan het doen, Jake? Nou Jake, dat vindt mama een heel goed idee. Dus ik stop ook met het editen van deze vlog. En ik heb al wel gezien dat er weer wat leuk dingetjes klaarstaan voor de volgende keer. Dus abonneer zeker eventjes op mijn kanaal om niks te missen. Want in de volgende vlog gaan wij bijvoorbeeld op vakantie. En laat ik jullie zien hoe Jake nu helemaal en supersnel van de tut af is.